Suriname moet zorgvuldiger omgaan met natuurlijke hulpbronnen, stelt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vandaag, voor de aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman dat er verder gekeken moet worden hoe bosbeheer beter kan worden georganiseerd. Kijk, we gaan die houtindustrie niet moeten verliezen, want iedereen heeft hout nodig, maar we kunnen dat op een verantwoorde manier doen, op een betere en verantwoorde manier. Het gebeurt al heel verantwoord. We hebben een heel goed systeem dat door CELOS is ontwikkeld, jaren geleden, en dat wordt toegepast in verschillende landen. Op het stuk van visserij en pluimveesector hetzelfde. Die dingen moeten doorgaan, want we hebben behoefte aan voedsel. We kunnen niet zeggen, we gaan alles laten zoals het is, maar dan ondertussen hebben we geen mogelijkheid om productie uit te breiden. Dus we gaan die gebalanceerde groei wel moeten realiseren. Dat is één aspect. Ander aspect is, hoe gaan we naar een economie dat het milieu nog meer beschermt? En in dat opzicht gaan we moeten gaan naar een energiesituatie waarbij we eigenlijk minder gebruik maken van fossiele vloeistoffen. Ramdin geeft verder aan dat er nu al ingegrepen moet worden om betere systemen te ontwikkelen voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit jaar moet veel meer beleid ontwikkeld worden omdat de tijd niet stilstaat. U ziet wat er gebeurt, toch? Bigipang is droog. We hebben Stuwmeer ook dat bijna een meter lager in waterniveau heeft. Wij moeten zorgvuldiger omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Het lijkt alsof we altijd zoveel hebben in overvloed, maar het is niet zo. Dus wij moeten met onze energie ook beter omgaan. Nu reeds moeten op scholen worden onderwezen. Je moet je licht uitmaken. Je moet minder elektriciteit draaien. Dus we gaan toch naar die conservering moeten gaan. Anders gaan we problemen krijgen. We hebben op dat stuk nog veel te doen. Maar we gaan wel onze hele economie moeten aanpassen in termen van gebruik van technologie om met meer zonnepanelen of met meer windmolens te gaan werken om energie op te wekken dat hernieuwbaar is. Uiteindelijk olie en gas gaat ophouden. Waterenergie is ook een mogelijkheid. Ramdin geeft aan dat er ook meer aandacht besteed zal worden aan het verdienen aan carbonkredieten. Zijn collega van Ruimtelijke Ordening zal alle huiswerk maken om het proces van carbon trading in te zetten.